Hallo kinderen, welkom in het Koninklijk Paleis. Ik ben Aspenas en ik ben hier in dienst van koning Nebukadnezar. Het is mijn taak om de beste kinderen te vinden en ze hierheen te brengen om te laten leren aan de Babylonische Universiteit en om ze te helpen om de beste cijfers te halen. Dus, als je hier bent, is dat omdat je een van de slimste en mooiste in het koninkrijk bent. Weet je, ik hoop dat jij ook gehoorzaam bent en in God gelooft. Eigenlijk, lang geleden geloofde ik echt niet dat er een God was die groter was dan onze goden. Tot het moment dat ik 4 jonge mannen uit Juda ontmoette en zag hoe ze hun God de dingen in hun leven uitwerkten. Het heeft mijn leven veranderd. Ik ga je vertellen hoe ik ze heb ontmoet. Toen koning Nebukadnezar in 606 voor Christus uit Jeruzalem terugkeerde en zijn eerste gevangenen uit Juda meebracht, zag ik een aantal jonge mensen die anders waren dan de rest. Oh, en ik heb al heel veel gevangenen gezien. De meeste zijn bang, boos of verdrietig omdat ze uit hun land zijn weggevoerd. Maar deze jonge mensen hadden vrede. Ze waren niet zoals de andere Joden die zich probeerden aan te passen en te zijn zoals de Babyloniërs, zodat ze niet zouden worden bespot en slecht worden behandeld. Ze waren niet bang om anders te zijn. En toen begreep ik dat ze God beloofd hadden altijd trouw te zijn, zelfs als ze in een heidens land waren. Zelfs als ze misschien het gevoel hadden dat hun God hen in de steek had gelaten. Ach, ik vergat je over mezelf te vertellen. In het paleis ben ik het hoofd van de eunuchen. En daarom... Wat? Weet je niet wat een eunuch is? Nou, laat het me jou uitleggen. Een eunuch is een persoon die is geopereerd zodat hij geen kinderen meer kan krijgen. De koning beveelt zijn dienaren om een eunuch te worden. Zo ligt in ons leven de focus op het dienen van de grote koning Nebukadnezar en niet op andere dingen. Over eunuchen gesproken, Jezus zei dat er veel zijn die eunuchen worden. Dit bedoelde hij op een andere, op een geestelijke manier. God neemt van ons trots en onze wereldse verlangens weg. En weet je wat? Dit helpt ons om onszelf te vergeten, zodat we God beter kunnen dienen. We hebben dan helemaal geen afleidingen meer. Laat me je vertellen wat het meest verbaasde aan Daniël en zijn vrienden. Ze wezen het eten af dat we hen serveerden. Ja, het allerbeste eten in het paleis, zelfs het eten van de koning. Ze zeiden dat ze de voorkeur gaven aan een eenvoudig en een natuurlijk dieet, omdat het beter was en hen zou helpen een gezonder geest en lichaam te hebben. Ik was er niet zo van overtuigd om ze die 10-daagse proef te geven die ze wilden hebben. Ik was er vrij zeker van dat koning Nebukadnezar het niet leuk zou vinden. Maar, nou, laten we zeggen dat Daniël zo'n aardige vent is dat het moeilijk was om nee te zeggen. Na 10 dagen was ik zo verrast. Ik dacht dat mensen vlees nodig hadden om sterk en slim te worden. Maar ik had het helemaal mis. Het was ongelofelijk. Ze zagen er wel 10 keer zo gezond en aantrekkelijker uit dan de anderen. En dat niet alleen. Op de dag van hun afstuderen, na 3 jaar studeren, waren ze wel 10 keer slimmer dan alle magiërs en astrologen in het koninkrijk. Nebukadnezar was heel verbaasd. En toen maakte hij Daniël en zijn vrienden ministers van zijn koninkrijk. Bovendien gaf God Daniël wijsheid om visioenen en dromen te begrijpen. Ja, God heeft hem de toekomst zelfs geopenbaard. Het leven van het paleis van roem en rijkdom is niet het beste leven voor iemand die in God gelooft. In het paleis zijn er namelijk veel verleidingen en dingen die God niet plezieren. De koning dwong Daniël en zijn vrienden
Niet om aanbidders van afgoden te worden, maar beetje bij beetje probeerde hij hen wel zo te veranderen dat ze hun godsdienst zouden verlaten. Hij probeerde dit te doen door hen een speciale behandeling te geven. Hen het eten van de koning te serveren en hen uit te nodigen deel te nemen aan heidense gebruiken. Hij veranderde ook hun namen. Hun namen lieten de karaktereigenschappen zien die hun ouders wilden dat ze hadden. Daniel betekent bijvoorbeeld: God is mijn rechter. Hananja, gift van de Heer. En Misael, wie is wat God is. En Azaria, wie de Heer helpt. Hun namen herinnerden hen altijd aan de ware God. Maar Nebukadnezar wilde hun identiteit afnemen. Hij noemde Daniel Belshazzar, prins van Bel. Hananja werd Sadrach, wat dienaar van de zonde betekent. Misael werd Mesach, wat betekent die gelijk aan Aku is. En de naam van Azaria werd veranderd in Abadnego, dienaar van Nebo. Kinderen, beseffen jullie je iets? Al hun namen wezen naar de goden van Babylon. Ik was verbaasd dat ondanks zoveel druk van onze Babyloniërs ze hun geloof niet opgaven. Dit kwam doordat ze hadden geleerd om van God te houden en thuis ook al gehoorzaam aan hem te zijn. Weet je, Satan wil jou ook veranderen. Hij wil dat je God vergeet en hij probeert je af te leiden met bijvoorbeeld films en videogames. Hij wil niet dat je naar de gemeente gaat en probeert anderen ertoe te brengen je uit te lachen om wat jij gelooft. Vergeet niet dat je Gods kind bent en dat Jezus heel veel van je houdt. Probeer niet te veranderen vanwege wat je vrienden denken of zeggen. Verraad hem niet omdat je door anderen geaccepteerd wil worden. Onthoud dat als je natuurlijk voedsel eet, niet tussen de maaltijden door eet en stopt met het eten van junkfood, je net als Daniel zult zijn. En God zou je in deze laatste dagen heel goed kunnen gebruiken. De Bijbel zegt dat kinderen en jongeren in de eindtijd visioenen zullen zien en in staat zullen zijn om de laatste boodschap aan deze wereld te geven. Ben jij Daniel of Belshazzar? Ben jij Misael of Mesach? Ik hoop dat jij ervoor kiest om een kind van God te zijn en altijd trouw te blijven. Hey, wil je Daniels gezondheidstest eens proberen? Ik weet dat het werkt. Trouwens, het is maar 10 dagen. Tot ziens in het paleis. Doei!